Welkom, u kijkt naar Volkspot Drechtstreek, het televisieprogramma met informatie over het theaterwezen in de regio Drechtstreek. Met Ellen Honings, Yara van Engelen en Francisco Daniels en Nathalie Diender. En daarnaast vooral heel veel muziek. Gister. Op het vuile tafelblad spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. De rimpels in de vijver en het vangnet van een spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. De tijd verslijt de dagen, de wijzers van de klok die de uren traag vermalen, hun geruisloos zonder schok. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. 'S Avonds als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan, in een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies trekken strepen in de lucht, maar zodra de nachtwind nadert slaan je dromen op de vlucht. Door een klok met kromme wijzers die de tijd in stukken maalt, ligt de zomer weer aan flarden. De klok heeft niet gefaald, er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult. En de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld. Toen je met haar langs het strand liep, leek elke schelp een juweel. Maar nu zie je niets dan keien, groot en grijs, veel te veel. Hoor een fluister in het ruisen van de rusteloze zee. Als je haar dan niet kon missen, waarom ging je dan niet mee? Bij het afscheid van de zomer zag je eindelijk gevaar, toen elk blad een kleur kreeg van haar honinggele haar. Rimpels in de vijver, het vangnet van een spin, zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. In een eindeloos refrein, er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Hier in Dordrecht is er een heel klein bijzonder theatertje. En dat staat aan de Weesstraat. Weeshuisstraat. Dat is een straat tussen de Blije Hoek en de Voorstraat. En daar staat dus het Weeshuistheater. En wij gingen daar filmen. Ja, leuk dat we hier mogen zijn in het Weeshuistheater. Dit is geen gewoon theater volgens mij, hè? Ja, nou, het is een kleinschalig theatertje, ja, hè? Met een mini-foyer en een mini-zaal eigenlijk. We kunnen ongeveer zo'n 40, 50 mensen kwijt. Oké. Okay. En we openden in coronatijd, dus toen was het een stuk minder. Ja, okay. Nou, ja, 40, 50 is toch best een leuk aantal. En hoe zeg je die dan neer, die mensen in... meestal een gewoon tussen aanhalingstekens theater heeft een podium of in ieder geval een speelvloer en een tribune of een... Ja. Maar dat zit hier anders. Ja, je kan het neerzetten zoals je wilt. Op het moment dat je een tribune hier neer zou zetten, dan zit je vast, hè, ja, aan een spelersplek en een publieksplek. Mm-hmm. En nu kunnen we het variëren wat de voorstelling nodig heeft. Hey, en wat voor soort voorstellingen krijg je dan? De laatste tijd maken we echt geëngageerd theater. Mm-hmm. Erik
Bart Geerlings is nu ook bij het Weeshuis Theater gekomen. Ik ben zelf psychotherapeut ook. Mm-hmm. Dus daarvoor put ik vooral uit mijn beroepspraktijk met thema's. Oké. Noem eens een voorbeeld. Ik heb een voorstelling voor hogescholen gemaakt over suïcide onder jongeren. Omdat dat aantal heel erg opliep de laatste tijd. Ook depressies. En voor universiteiten. Dus we hebben daarmee getoerd. En ik heb een voorstelling gemaakt over kopkinderen. Dat zijn kinderen van ouders met psychische problemen. We maken een reeks voorstellingen in de stad. Dus locatietheater. Mm-hmm. Dat gaat dan ook over de plek waar we zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt hier over de wijk, de Bijenhoek. Ja, ja. En dat was een theatrale wandeling. Ja. En zo hebben we een voorstelling gemaakt over de culturele boekplaats Door. En dat startte hier en we wandelden dan ook daar naartoe en kwamen hier weer terug. Mm-hmm. En nu zijn we een voorstelling aan het maken over het koloniale verleden van Dordrecht. Mm-hmm. En dat wordt weer in de vorm van een theatrale stadswandeling hier door het historisch centrum. En wie schrijft de stukken dan? Erik Bart Geerlings schrijft stukken, hij is toneelschrijver. Ja. Ja, en wie regisseert? Ik regisseer. Jij regisseert? Ja. Altijd? Altijd, ja. En speel je ook wel eens mee of niet? Nee. Nee. En wat is regisseren leuker dan spelen? Ja, ik vind het veel leuker dan spelen. Want? Ja. Ten eerste hou ik er niet van om op een podium te staan. En ik vind het gewoon heel leuk om dingen vorm te geven, invloed te hebben op het proces. Mm-hmm. En een groep te begeleiden vind ik heel leuk. Regie is heel interessant, hè? Het heeft heel veel aspecten. Mm-hmm. Je bent bezig met vormgeving, je bent bezig met muziek, je bent bezig met mensen, dus ook met psychologie, je bent bezig met spel. Mm-hmm. En dat alles moet je tot een geheel brengen. En dat heeft gewoon zoveel aspecten die ik allemaal veel interessanter vindt dan alleen spelen. Ik ben absoluut geen autoritaire regisseur die zegt van zo moet het. Nee. Maar ik probeer eigenlijk dichterbij de acteurs te komen. Mm-hmm. En hun tot integer spel te laten komen. Door echt de emoties aan te spreken. Maar ook denk ik door in plaats van de acteur zenuwachtig te maken, een hele veilige omgeving te creëren waarin ze zich comfortabel voelen. Mm-hmm. Waarin ze zich zichtbaar gaan maken. Mm-hmm. En die zichtbaarheid en die kwetsbaarheid vind ik heel mooi in spel. En daar zoek ik dan naar. Mm-hmm. Zoek je dan spelers met veel ervaring of hoeft dat helemaal niet? Ik vind met amateurs werken ook leuk, maar vanuit het Weeshuis werken we eigenlijk alleen maar met professionele acteurs. En wat ik leuk vind aan het werken met professionele acteurs is dat ze een enorm instrument ontwikkeld hebben. En je kan tijdens het regisseren zeggen van laat dit eens zien, laat dit eens zien, laat dit eens zien. En ik mag dan kiezen. Ja, ja, ja. Dus dat vind ik er heel lekker aan. Ja. Dus dat ze met enorm veel spelideeën komen en je wat te kiezen hebt. Jij regisseert, je schrijft niet, maar kies je wel het onderwerp waar je een voorstelling over wil maken? Ja, Erik Bart en ik werken heel erg nauw samen. We zijn ook partners, hè? Dus we wonen ook samen. Dus we hebben de gelegenheid om dag en nacht plannen te ontwikkelen, concepten te ontwikkelen. Doe je dat ook? Ja. Zelfs... Dus je hebt niet dat je een bepaald deel van de dag zegt van nu even geen theater? Nee, zelfs in bed. praten we erover. Dat wou ik niet vragen, maar... Ja, dan komen de beste ideeën. Ja, oké. Dus eigenlijk aan de basis zijn we echt heel erg samen aan het werk in die conceptontwikkeling. Mm-hmm. En dan ontstaat een stroom bij ons beiden, een creatieve stroom. Ik hinkte altijd op theater en psychologie. Dat was voor mij altijd, moet ik nou dit of moet ik nou dat? Toen twijfelde, moet ik nou theaterwetenschap of psychologie gaan studeren? Toen heb ik toch voor theater gekozen. En daarna dacht ik, ik combineer het. Dus toen ben ik dramatherapie gaan studeren. Dus dan behandel je mensen middels theater, hè, middels drama. Toen trok theater toch weer. Dus toen ben ik regie gaan doen. En toen trok psychologie weer. En toen ben ik een psychotherapieopleiding gaan doen. Dus ik ging steeds van het een naar het ander. Dus beide dingen blijven me trekken. Mm-hmm. En ik heb ook een praktijk voor psychotherapie, dus ik doe beide dingen. Toen hebben jullie op een gegeven moment dit pand kunnen kopen. Ja.
daar moest heel lang gebeuren, denk ik, of niet? Het was totaal verwaarloosd. Ja. Ja. Dit is een oud schoolgebouw, zo. Ja, het is de eerste openbare school van Dordrecht. Mm-hmm. Zat hier. De afgelopen 50 jaar heeft hier een kunstenaar gezeten. Was dit een atelier? Dus vroeger was dit een gymzaaltje, hè, waar we nu zijn. Oké, okay, ja. Yeah. En eigenlijk is het 50 jaar lang niet onderhouden. Mm-hmm. Dus toen ik hier binnenkwam, echt was het gewoon chaos. En ja, totaal verwaarloosd. Heeft hier ook nooit verwarming gezeten of warm water. Of dat heb ik allemaal moeten aanleggen. En hoe lang zijn jullie daar aan bezig geweest? Een half jaar of half zo, jaar. Ja. Maar het ziet er prachtig uit. Ja. Dankjewel. Oké, nou, ik vond het leuk om je even gesproken te hebben. En ik ga zeker in de gaten houden welke voorstellingen hier gaan zijn in de komende tijd. Mm. Dat klinkt allemaal ontzettend interessant. Dankjewel. Er wordt in onze regio de Drechtstreek heel veel gewerkt aan musicals. Wij kwamen er zo ook achter dat er in Papendrecht heel hard gewerkt wordt aan een zogenaamde kerkmusical. Dat is in dit geval een musical op basis van een bijbelverhaal. Het verhaal over de Toren van Babel. Wij gingen kijken bij een repetitie en wij interviewden Yara van Engelen, de regisseuse. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar voor de mensen die me verstaan, kom mee! Dus het reageren, de neppe gedachten in je hoofd creëren. Iets wat je al 50 keer hebt gedaan, doe je alsof je voor het eerst doet. Dus je moet je echt inleven in dat verhaal. Want het verhaal staat hier op papier, maar jullie zijn de manier om het te vertalen naar de mensen in de zaal. We hebben zojuist een repetitie gezien van de Toren van Babel, de musical. Waarom de Toren van Babel? Waarom de Toren van Babel? De vorige kerkmusical die we hebben gedaan, hebben we een oerverhaal verteld. Het verhaal van Mozes. Yeah. En we wilden graag weer een oerverhaal vertellen. Nu wilde ik heel erg graag Adam en Eva doen. Maar het leek de rest van de groep een goed idee om wat meer verhalender verhaal te vertellen. Zoals de Toren van Babel. Het begint eigenlijk bij de Ark van Noach. Yeah. Als de zondvloed gaat liggen. En zij moeten een nieuwe wereld starten. Mm. En dan zegt God, draag mijn zegen uit. En het gaat dan over dat de mensen zich moeten verspreiden en moeten vermenigvuldigen. Dus moeten meer mensen komen, de hele aarde moet gevuld worden. Maar de mensen die vinden dan een hele fijne plek, wat dus op een gegeven moment Babylon gaat worden, waar de toren komt te staan. Want die vrucht is grondbaar, is een mooie rivier, is een mooie natuur. En dan gaan ze settelen. Veel mensen kennen het verhaal als iedereen steeg het naar zijn bol en ze gingen die toren bouwen om net zo hoog te worden als God. Precies. Maar toen we er goed indoken in het verhaal, toen zei de dominee, dus de theoloog, tegen mij, ja, er is ook een theorie dat dat er een dictator is geweest in die tijd. Mm-hmm. En daar ben ik dus heel erg in gaan duiken. En inderdaad, we volgen Nimrod. En die begint eigenlijk als een natuurlijke leider. Ja. En je denkt van, oh fijn, iemand die gewoon natuurlijk overwicht heeft en die mensen een beetje kan leiden. En je begint al snel te merken, deze man heeft aanleg om heel erg bazig te zijn, om heel erg control freak is hij. En hij wil uiteindelijk die toren net zo hoog krijgen als dat God is, zodat hij zelf God kan zijn. En wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er dan? Ja, dan komt God zichzelf ermee bemoeien. Ja. Want waar we de Toren van Babel natuurlijk allemaal goed van kennen, is de Babylonische spraakverwarring. Precies. Dus God die komt naar beneden. En die zet de spraakverwarring in, zou ik maar zeggen. En dan wordt Babel wakker. Waarom hebben jullie mij zo vroeg wakker gemaakt? Hey, waarom wordt er hier nog niet gebouwd? Zeg dat jij mij wel verstaat. En dan spreekt iedereen een andere taal, of in ieder geval verschillende groepjes spreken een andere taal. En niemand kan Nimrod, of ondertussen de dictator, meer verstaan. Dus hij heeft helemaal geen groep meer. En doordat iedereen een andere taal spreekt, dwingt het hun om zich weer te verspreiden over de aarde en nieuwe steden en landen te stichten. Dus uiteindelijk wordt de zegen van God alsnog uitgedragen. Oké, en wat hebben we dan in deze tijd aan dit verhaal? Het is echt dat iemand die alleen de macht grijpt, dat werkt niet. Ja, ja. Je moet een klankbord hebben, je moet blijven luisteren naar je omgeving, ook als je leiding geeft. Mm-hmm.
En ook gaat het heel erg over... Maar zoals we tegenwoordig allemaal heel erg bezig zijn met... We willen meer geld verdienen. We willen hogerop op ons werk. En daar leveren we bijna alles voor in. En dan vergeten we wat belangrijk is. En dat gebeurt in de Toren van Babel ook. Want Nimrod zet dus alles in om die toren af te krijgen. Het moet hoger en hoger. En ondertussen zijn zijn mensen, zijn volk aan het sterven. Ze hebben dorst. Hij sluit ze op. Ze worden gemarteld. Dat zien we dan niet in de musical. Mm-hmm. Dat is een beetje te heftig. Maar dat is wel wat aan de hand is. En dat je dat heel erg kan vertalen naar hoe we tegenwoordig vooral bezig zijn met hoger opkomen. Meer geld verdienen, meer spullen krijgen. En we zijn minder bezig met elkaar, waar het eigenlijk om gaat. Mm-hmm. Nou, bij het schrijven van die musical, hè, heb je gekozen om bekende popsongs te integreren. Ik heb de Beatles voorbij horen komen, Pink Floyd en Simon & Garfunkel. Is dat moeilijk om die ongeschikte liedjes te vinden uit dat poprepertoire? Eigenlijk niet. Niet? En hoe dat ook is gekomen... Ja, we waren met de groep die dus vaker kerkmusicals al heeft, of hier kerkmusicals heeft georganiseerd. We waren daar altijd al fan van. Mm-hmm. En we deden wel vaker al een popliedje in een bestaande musical integreren. En nu al zoiets, nu hebben we alle vrijheid. Maar je dus... springt er ook vrijzinnig mee om met de teksten van die liedjes. Ja. Wish You Were Here gaat nu over God. Ja, want het is zo... Dat vind ik mooi aan theater, van alles wordt op een gegeven moment multi-interpretabel. Maar ik wil wel graag dat het duidelijk is. Ik ben wel verhalend theatermaker. Wish You Here is in ons musical zit hij perfect. Omdat dan heb je dus Nimrod de dictator. En zijn moeder is op dat moment heel erg teleurgesteld in hem. Mm-hmm. En hij vindt zichzelf geweldig, hij vindt zichzelf God. En dan zingt je moeder tegen jou... So you think you can tell heaven from hell? Ja. Weet je, wie denk jij wel niet dat je bent? Ja. En het laatste couplet, oh how I wish you were here, is weer een soort gebed naar God. Ja. Ik zou willen dat je hier was. En om ons te helpen en om mij te helpen met deze, hoe ga ik nu met mijn zoon om? Nou, dan komt God naar beneden en dan zorgt hij voor de spraakverwarring. Hey, nou noem jij dit een kerkmusical? Dit is een samenwerkingsverband, als ik het goed begrepen heb, tussen de Morgensterkerk in Papendrecht en de Bethlehemkerk in Papendrecht. Ja. Met leden uit de twee gemeentes. Is het nou moeilijk om dan genoeg musical talent te vinden in zo'n kerkgemeente? Nee, want waarom we dit doen ze al jaren hier in de kerk. Okay. En ik zit zelf niet meer bij de kerk, maar ik ben wel opgegroeid in deze kerken, twee kerken eigenlijk. Dus ik wist al wat er in huis was en ik wist ook hoe leuk het was om hier aan mee te doen. Omdat ik zelf vroeger als kind ook mee heb gespeeld. En nu mocht ik het dus als schrijver en regisseur ook gaan doen. En toen dacht ik, dit is top. En waarom er musical talent is... is omdat de mensen gewoon heel enthousiast zijn. Zich er 100% voor willen inzetten. En ze zijn zo graag met elkaar. Ja, ja, ja. Ja. En dat is... Voor een musical wel fijn, dat wij erbij gevoel. Ja. Precies, en dat maakt theater ook zo leuk. Je bent eigenlijk gewoon met elkaar aan het spelen. En we blijven in musicalland, want er wordt nog aan een grote musical gewerkt in de regio Drechtstreek. Namelijk de musical Zorro. Ik zit aan tafel hier met Francesco Daniel en Nathalie Diender. Wat leuk dat jullie er zijn. Hallo. Fijn om hier te zijn. Om eens met Francesco te beginnen. Wij kennen jou als singer-songwriter en presentator. En je doet ook nog iets met kunst, volgens mij. Je doet van alles. Ja, ik doe best wel veel, ja. Maar daar gaan we het nu allemaal niet over hebben, want we gaan het nu over Zorro hebben. Hoe kom jij in zijn hemelsnaam... hoe ben jij de nieuwe Zorro geworden, laat ik het zo maar zeggen? Ik vind musicals persoonlijk heel leuk. Ja, maar wanneer is dat begonnen? Nou, eigenlijk tegelijkertijd met mijn levensloop als singer-songwriter, zeg maar. Yeah. Musicals als Jesus Christ Superstar en The Lion King en Wicked en Aida. Als klein kind ging je al kijken? Ja, dan ging als klein kind. De eerste musical was The Lion King. Weet ik nog dat ik samen met mijn moeder naar het Circus Theater ging en verbaasd werd door... al het prachtigs wat daar gebeurde, zeg maar. Ja. Door met alle dieren en zo.
En ik weet nog dat ik aan een productie heb meegedaan. Dat was nog voor de corona. Imagination in Concert. Dat was een muzikale theaterconcert met Disney-liedjes. Yeah. Ik weet nog dat ik tegen mijn vrienden zei van... Nou, ik zou eens een keer, ik vind het zo leuk, ik zou eens een keer een echte musical willen doen. Met echt dialogen, dans, actie en een goed verhaal. En toen appte een goede vriend van ons, Niels Groffe... appte mij van, joh, bij Theatergroep Manteau zoeken ze een Zorro. En ik zie jou echt als een Zorro. En ik zei van, haha, wat ben je leuk. Maar ik heb toch op zijn aanraden auditie gedaan. En toen de rol gekregen. En terwijl je nog niet geacteerd had of zo? Of waarom? Ik heb wel wat geacteerd, maar dit is wel next level. Hoe zit dat met jou, Nathalie? Heb jij acteerervaring of musical ervaring? Ja, ik ga al wel wat jaartjes mee, kan ik wel zeggen. Okay. Ja, ik denk dat ik... op zich ook wel een laatbloeier was, hoor. Ik denk dat ik rond mijn 19e begon met musical theater en dat soort dingen. Ik zong wel altijd al. Mm-hmm. En ooit begonnen in Rotterdam met verschillende producties. En toen zong ik, denk, 6, 8 jaar geleden, denk ik al, bij Manteau auditie gedaan. En ondertussen ook wat mooie rollen mogen spelen de afgelopen jaren. Nee, ik heb altijd het idee dat ze in musicals een beetje anders zingen dan in bijvoorbeeld popbandjes of andere muzikale producties. Wat is nou precies het verschil? Ja, ik denk dat jij dat beter kan beantwoorden, maar het is wat technischer. In de musicals sowieso veel meer nog een verhaal vertellen, hoewel je bij een popsong natuurlijk ook wel doet. Maar er komt wat meer kijken als je het hebt over het overbrengen. Precies, het is er net wat duidelijker allemaal. Het is technischer, veel meer articuleren. En de achterstrijd moet het ook zien, meekrijgen en horen. Ik denk dat het verschil is, maar misschien kan jij dat aanvullen. Nou ja, kijk, als singer-songwriter zeg maar, ben je natuurlijk niet alleen bezig met het verhaal, maar ook met het bespelen van je instrument, gitaar of piano. Om datzelfde gevoel wat je hebt geschreven in je woonkamer, zeg maar, dat je dat ook overbrengt aan het publiek, dat is één. Maar in een musical, bijvoorbeeld om even bij Zorro te houden, ik heb voor deze rol zanglessen moeten nemen. Maar ook echt bij iemand die Marius heeft gespeeld in Les Miserables bijvoorbeeld. Remco Harms, een fantastische man. En dan kom je al gauw achter dat de nummers die ik bijvoorbeeld moet zingen, Dat zit best anders in elkaar. Mm-hmm. En het is wel goed om dan die technieken te kunnen beheersen. Want we spelen 3 shows. Op een vrijdag, op een zaterdag en op een zondag. In Kunstmin? In het Energiehuis. Energiehuis in Dordrecht. Ja, dus je moet 3 keer gaan vlammen. Ja. Om 3 keer met dezelfde energie en met dezelfde kracht. En als je... in een hoge energie door een show raast, dan kan je de overige 2 niet meer doen. En dat leer je allemaal weer met zanglessen. En zo zit het een beetje met musicals en met singer-songwriter toch wel een beetje in elkaar. En met een show van een singer-songwriter, dat duurt meestal 30 minuten, 45 minuten, een uurtje. Maar van Zorro denk ik toch wel dik 2 uur. Hey, Zeker. Nou ken ik Zorro nog uit mijn kindertijd, want toen was dat als kinderserie op de televisie. Ja. Maar ik kan me het verhaal niet helemaal goed herinneren. Hoe zit dat kortweg in elkaar? Nou ja, je hebt 2 verschillende soorten verhalen van Zorro. Maar het verhaal wat wij gaan spelen, geschreven door Isabel Allende, gaat eigenlijk over 2 broers. Diego en Ramon. Door een familieconflict raken ze een beetje vervreemd van elkaar. En zien ze elkaar jarenlang niet. En Diego die leeft een soort living la vida loca leventje met vrouwen en met drank en feesten en weet ik veel wat. Maar dan wordt hij op een gegeven moment geconfronteerd met het feit dat zijn broer, inmiddels burgemeester van Californië, de boel terroriseert. En echt de slechterik aan het uithangen is. En een dictator aan het dictator, worden. Dictator, ja, exact. Ja. En dan gaat hij al, hij durft als Diego zichzelf hem niet te confronteren met zijn daden. Maar omdat hij heel veel met theater doet, zeg maar. Want hij doet samen met de Gypsies theatervoorstellingen. Door het hele land en door dorpjes en door steden. De Gypsy Kings zijn dan daarom ook niet toevallig betrokken geweest bij... Het zal toch leuk geweest als de Gypsy Kings mee hadden gedaan. Nee, zeker. Nee, maar, niet bij jullie, maar... Niet bij je. Nee, maar Diego is opgenomen in de Gypsy familie. Ja. De Zigeuners. De Zigeuners, ja. Onder andere door Ines, gespeeld door Nathalie. Ja. En eigenlijk door de hulp van Ines maken ze een alter ego, Zorro.
En gaat hij als Zorro de strijd aan met zijn broer. Maar hij komt wel gaandeweg achter. Beetje de quote van Spider-Man: with great power comes great responsibility. Dat er gaan ook consequenties plaatsvinden. Wat dat zijn, dat gaan we natuurlijk niet zeggen. Maar er gebeurden wel heel veel dingen, ja, door Zorro's te doen. Oké. En jij speelt Zorro zelf. Dat is in zijn officiële naam is Diego, dacht ik. Ja, het is een soort Clark Kent Superman-achtige situatie. Dus Clark Kent is in ons verhaal Diego de la Vega. En de alter ego is dan Zorro. En Nathalie speelt Ines. Yes. Ja. En jij bent het liefje van Zorro in de zigeuneromgeving. Nou, je kan het zelfs omdraaien. Ik denk dat Diego het liefje van Ines is. Ah, ja, goed. Oké, okay, ja, ja. Want wij, de zigeunerfamilie, ik ben eigenlijk, Ines is de leading lady van de zigeunerfamilie. En wint eigenlijk alle mannen om haar vinger. Zo ook Diego opgenomen. En Diego is wel het speciale vriendje van Ines. We zorgen goed voor elkaar, we volgen elkaar. Tot de jeugdliefde, Louisa, hem komt terughalen. En dat is toch wel een bedreiging voor Ines. Ja. Hey, Nathalie, wat vind jij het mooiste liedje uit de musical? Van de hele musical? Er zitten meerdere mooie nummers in. Ik vind het nummer van Louisa erg mooi. Man met het bedekt gelaat. Maar ook Hoop, wat Francesco zingt als Diego, is prachtig. Weet je wat we gaan doen? We gaan Francesco vragen om even één liedje op gitaar te doen. Ik heb hem toevallig bij me. Dus dan... je hebt hem heel toevallig bij me. Het is heel toevallig. Hoor. Heel goed. Nee, hoe heet het liedje? Dit liedje heet Bailame. En tijdens dit liedje dan maakt het publiek kennis met Diego, Ines en met de gypsies. En worden in een paar minuten wel duidelijk van wie ze zijn en hoe ze zijn en hoe ze leven. En, Lieve dames, beste heren, loop niet door, maar kom dat zien. Laat me u eens amuseren, zodat ik ook wat verdien. Zoveel dames om te kussen, die ik in mijn hart begeer. Zoveel passie om te blussen, want je leeft toch maar één keer. Baila, 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 baila me. Esta rumba da gitana, que yo siempre cantaré. Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré. Esta rumba da gitana, pero lo siempre cantaré. Dan onthul ik elk geheim aan jou, die in zigeunerboeken staat. Baila, 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 baila me. Esta rumba da gitana, pero siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré. Esta rumba da gitana, pero lo siempre cantaré. Ines, wie zit er verder in die... Want de cast van de musical Zorro, neem ik aan, is normaal gesproken misschien wel een man of 30 of zo, nee, of niet? We zitten nu op 23. Jullie hebben dat is een behoorlijk grote cast. Ja, zeker, ja. En hoeveel rollen worden er dan gespeeld? Of spelen ze alle 23 een rol? Iedereen heeft een karakter, dat in ieder geval. Maar niet iedereen heeft een tekstrol. Er zijn inderdaad echte tekstrollen die er zijn. Maar we werken ook met een ensemble. Okay. Dus die ondersteunen bij alle zang- en dansstukken. Maar ze zijn allemaal wel karakters. Oh, dat wilde ik vragen, dat dansen. Heb jij daar ervaring mee? Zeker, ja. Dat lijkt me toch het moeilijke van een musical doen. Je moet zingen, acteren en dansen. Precies, dat is absoluut een uitdaging. Ja. En ik heb toevallig zelf ook een nummer waarin ik volle bak moet dansen en nog moet kunnen zingen en op de tafel getild wordt. En dat vind ik juist het leuke ervan. Dan heb ik nog een vraagje voor Francesco. Want volgens mij Diego, die Zorro, die vecht ook nogal veel met een degen. Mm-hmm. Dat heb je dan ook moeten leren, neem ik aan. Of had je daar meteen talent voor? 0,0. Zoals met het dansen had ik ook 0,0 in de genen. Maar er wordt heel veel geschermd. Ja. Dus we hebben de afgelopen weken heel erg moeten repeteren. En daar gaat meestal wel 9 uur aan oefenen in. Omdat, net zoals met
theater combat, zoals je dat noemt. Echt vechten, maar dan zorgen dat het veilig natuurlijk gebeurt. Ja. Dan moet je heel veel moves, heel veel techniek, heel veel timing. Daar moet je allemaal op gaan letten. En steeds oefenen. En drillen. Net zolang tot het erin zit, zodat je... Zodat je niet alleen weet wat je zelf moet doen, maar wat ook wat belangrijk is, wat anderen doen. Ja. Want je moet elkaar vertrouwen, zeg maar, dat je per ongeluk niet iemand letterlijk... Maar is dat ding niet beschermd dan? Dat is die degen? Is het dan niet een... Ja, die degen is zeker wel beschermd. Wel echt een plastic kapje op. Nou, dat doen we niet. We proberen het wel zo echt mogelijk de illusie te laten lijken dat Zorro wel iemand echt wel kan rijgen. Ja, en er is ook echt iemand ingehuurd om de mannen daarin te trainen. Ja. Dus iemand die daar gewoon voor geschoold is. Kan je één keer voordoen hoe je dan zo'n zet doet? Mag ik dan jouw pennetje lenen? Ja. Oké, moet ik dat in een cameraatje doen? Of, Ja, neem die kaart. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het zeer over. Nog indrukwekkender met een degen. Nog indrukwekkender met een degen. Met vlammen, werpers en geluidseffecten. Ja, precies. Hey, we hebben geen orkest hier, maar we hebben wel een goede geluidsband hier. En ik heb begrepen dat je nog één liedje wilt doen aan die microfoon. Ja. Ja, het liedje wat ik ga zingen, zoals Nathalie al eerder aangaf, heet Hoop. En in dit liedje komt Diego zo'n beetje erachter dat... Ja, want hij is op een gegeven moment teruggekomen naar Californië. Ja. Op aanraden van Louisa. En hij ziet zo'n beetje de tirannie wat er in Californië plaatsvindt. En in dit liedje besluit hij van... Ik moet iets doen om het volk te helpen. Ik moet iets doen tegen Ramon, mijn broer. En dat komt in dit liedje voor. Hey, nog één vraag. Ja. Welke data precies in het Energiehuis? 2, 3 en 4 juni. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag. 2, 3 en 4 juni. Ja. Luisteren wij nu nog één keer naar Francesco Daniel. Aarde, waarop ik ben grootgebracht, is mij heel wat liever dan ik altijd dacht. Ik kende nooit de waarde, nu ik weg ben heb ik door, wat ik achter heb gelaten en verloor. Ik ga door, dus open de deuren, nu zal het gebeuren, want eens moet het ervan komen. Vecht, hoor aan het roepen, hoor, ik word geroepen. Ik volg nu mijn vaders dromen. Hoop, lef en vertrouwen. Hoop, om op te bouwen. Hoop, is wat ik jou wil geven. Kom, ik zal je leiden. Durf, samen te strijden. Nooit zal ik mij overgeven. Kijken wat er te doen is in theaters, de grote theaters in de regio Drechtstreek. Wat is er te doen in Kunstmin in Dordrecht, in Cascade in Hennekeuwambacht en in de Willem in Papendrecht. Laten wij gauw gaan kijken naar onze agenda. Thank you.
En een paar voorstellingen uit die zeer uitgebreide agenda van theateractiviteiten in de regio hebben we eruit gepikt. Laten we eens kijken naar een stuk of 6, 7 prachtige trailers. Dan weer af, zodat je onverwacht kan toe. Dat gevoel moet je dan op, in een soort boom dat je kunt na. Je weet exact waar je moet open, en precies waar je moet om. Om de vonk te laten over, en het gevoel te laten neer. Op de mensen die je gade, zodat ze bijna achterover. En daarna volledig los, opdat de meters allen uit. En we stoppen bijna door. Als de handen op elkaar, om de show te laten aanslaan. Moet je vele wegen inslaan, soms verrast dan weer afslaan. Zodat je onverwacht kan doorslaan. Van Queen, Hazes, Manuela tot The Who. En van ABBA, The Cats, Bee Gees tot U2. Live. Yes. Het goede nieuws is, vanaf je 50ste is het glas half vol. Ja. En het slechte nieuws is dat de hele nacht je gebitter in ligt te week. Het was uitgerekend dat ik tot 8 jaar na mijn dood moet blijven werken. Flikker op, man. Ik wil raam voor de rest van mijn botten vergeten dat ik ben versleten. Oh, is een plan. Laatste uur. Ik zal het allemaal wel worden. Ik zal het nooit worden. Ja, maar ik word pas echt een zeikerd. Een hele grote zeikerd. Ik word pas echt een zeikerd zonder jou. Ik wil geen surprise party. Oh. Mijn naam is Marjolein. En ik ben geen huisvrouw. Ik ben Gijsje en ik ben ook geen huisvrouw. Nee. En ik ben Loes en ik ben al helemaal geen huisvrouw. Wat is er nou mis met het beroep van huisvrouw zijn? Waarom moest dat zo keihard worden afgebroken? Volgens mij neuken ze zelfs met mes en vork. Bam, bam, bam. Hey, moet jij Bente niet van school halen? Ik wilde een Barbiepop en wat kreeg ik? Een antroposofische knuffel zonder ogen van de kringloopwinkel waar het snot van de andere kinderen nog aan zat. Mijn huis is zo'n tyfusbende dat ik het eerst zelf helemaal moet schoonmaken voordat ik de werkster durf binnen te laten. Is dat eens wat woester? He, ga eens een keer vreemd zoals ieder normaal mens. Mam! Mama! Mam! Mama, wat doe je nou? Mam! Schatten, het komt allemaal goed. De lancering van een wereldwijd project. Central Bank Digital Currency. De Digi-Euro. De euro. De euro! Je geld op je bankrekening. Is het nou van jou of is het van de bank? Vertrouwen jullie mij niet? Wat? Het geld is er out of thin air. Belachelijk. Dus het geldsysteem is ontploft. Winschuld is dat. Centrale bankreserve. Excuses voor het ongemak. Oh, wat zijn we de wereld aan het verbeteren, zeg. Ka-ching! We kunnen nu nog keuzes maken. Wees alert. Er moet iets gebeuren. Ze houdt van paarden. Ze houdt van paarden. Je moet niet geloven dat al die afslankgoeroes zeggen van minder eten, meer bewegen, speciale diëten volgen. Trouw met een paardenmeisje, altijd stress, nooit rust.
Ze heeft ook hobby's, voornamelijk paarden. Soms ook ponies, maar paarden staan voorop. En natuurlijk nog een jeep en een trailer. Maar een vrachtwagen is veel professioneler. Wat remt er toch op gruwelijk? Was dat ook alweer? Oh ja, wat remt er toch op gruwelijk? Dat is het hippies huwelijk. Ik zei, ik ben Martijn. Ik ga alles uit jou halen op het gebied van wanhoop, irritatie en moedeloosheid. Jongens, is er iemand die dit voor me gaat oplossen? Nou, ik vind het verwarrend. Ik rond het hierbij af. Ik heb nou voorbij gekomen. Maar als jij nou nog één keer voorbij komt zonder dat ik weet hoe je heet, dan ben ik gek. Carmen. Wat? Carmen? Naar de opera. Nee, naar de krultangen. Ik ben Stijn. Hey Carmen, ik ben verliefd op je. Oké, Stijn. Echt waar, ik ben mijn hele leven op zoek geweest naar jou. Oh, en nu al gevonden. Dit wordt het begin van iets heel moois. Grote vakantie, hutten bouwen. Een jaar of 10 was ik. Een week sloeg je je vingers blauw en dan moest alles in de fik. Van bouwen wisten wij best veel, geleerd van de Meccano-doos. Dus onze hut werd een kasteel, voor Winnetous of Ivanhoe's. De winnaar van de derde prijs kreeg een zak met zout erop. Nummer 2, vanille-ijs met een kers erop. Die deden mij niet watertanden, want ik zat vol met onbegrip. Want ik zag onze hut al branden en beet op mijn onderlip. Tot onze hut de mooiste bleek en de hoofdprijs zou bestaan. Daarin dat hij een extra week zou mogen blijven staan. Maar hoe lang kun je blijven zweven? Hoe hard valt dan die deur weer dicht? Waarom duurt het maar heel even? Hoe lang voel jij je opgelicht? Of kon je maar ontdekken hoe je vliegt als Peter Pan? Of gewoon het pak aantrekken van Spider-Bat of Superman? Ik was 16 of zoiets. Het was winter en het was glad. Ik reed wat doelloos op mijn fiets en toen zag ik een meisje dat ik meteen wilde verleiden met een mooie krullenkop. Dus ik vroeg of ze mee wou rijden en toen sprong ze achterop. Ik bleef kijken naar haar krullen, want die leken voorbestemd al mijn verlangens te vervullen. En toen heb ik te hard gerend. En toen we op het asfalt lagen, de knieën rood geschuurd en elkaar in de ogen zagen, heeft dat minutenlang geduurd. Om mijn nek, er zat een kabel, ik had een trapper in mijn rug. Maar het voelde formidabel, kwam dat moment nog maar eens terug. Want hoe lang kun je blijven zweven, hoe hard valt dan die deur weer dicht? Waarom duurt het maar heel even? Hoe lang voel jij je opgelicht? Of kon je het maar rekken voor het door je vingers glijdt? Door de centrale schijf te hacken van de computer van vadertje tijd. De jaren zijn voorbij gegaan. Ik ben 62 en bourgeois. En van de vlakheid van het bestaan denk ik alleen maar zwak. Verwacht geen magische momenten, een voor-
voorgekookte hap. Geen culinaire krenten in de alledaagse pap. Maar ik heb er één gevonden, gisteren bij de veteranen. En ik mocht me 1 seconde boven het maaiveld wanen. Want met mijn 160 pond scoorde ik mijn eigen versie een halve meter van de grond van dat doelpunt van Van Persie. En door dat ene ogenblik heb ik heel onverwacht via mijn eigen memory stick aan vroeger teruggedacht. Aan het winnen van het eerste prijsje en aan die wonderschone krullen van mijn allereerste meisje. En ik kon daar een uur mee vullen. Dus dat lange blijven zweven is de verkeerde wens. Het is een kwestie van beleven, vurig en intens. Als herinnering voor morgen kan zo'n moment lang houdbaar zijn. Heel veilig opgeborgen in een hoekje van je brein. U keek naar Volkspot Drechtstreek, het programma met informatie over het theaterwezen in de regio Drechtstreek. We zijn er weer na de zomer, dan op een nieuwe locatie in de Voorstraat bij Door. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.